...Sinterhaas... ...en Zwarte Pier... ...en Staf... ...Staf? Ja, mijn trouwe helper, Staf Suikerbuik. Van al die pakjes dragen heeft hij zich wel helemaal krom gewerkt. Ja, en van mij zo in allerlei bochten te moeten wringen... Is dat in mijn rug geschoten en sta ik nu zo krom? Wat vervelend voor u, staf, staf. suikerbuik. O, beste vrienden, dank u, dank u. Ik was er haast geweest. Ja, ja, ik was bijna het haasje. Maar... Wat is er gebeurd? Sinterhaas. Dat, dat weet ik niet meer. Ik kreeg plots een klop op mijn kop. En ik ook, en toen werd alles zwart. En, en ik heb niets gezien, maar, maar, maar wel een, 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 een klop gevoeld. En toen we weer bij kwamen, zaten we opgesloten in die kist. En, en, en het was daar pikken donker. En al die cadeautjes zijn gepikt. Dus niet alleen de wortelen die de dieren voor u hebben klaargelegd zijn verdwenen. Ook de cadeautjes die u zou brengen. Het is een schande... Wat een schurk! Zwarte Pier, hoe moeten we dat oplossen? Het is bijna Sinterhaasavond. Ja, als iedereen een pootje zou helpen. Ik heb maar duizend poten, hè? En eh, toen, Pa. Ja, vroeger was Pa Pier mijn helper, maar die is opgegeten door een kip. Als enige herinnering hebben we nog een hoedje van papier. Ik kan geen poot uitsteken, want ik heb geen poten aan mijn lijf. En ik ook niet, zo, zoals je kunt zien. Spijtig. Oh, kijk, daar komt de bot aangereden. Ik had jullie toch gezegd om aan de andere kant te gaan zoeken? Ja, we wisten het niet meer. Maar kijk eens wie wij gevonden hebben. Sinterhaas en Zwarte Pier, uh, wat een leuke verrassing. Ja, en een of andere Snowdaard had hen opgesloten in een kist. Sinterhaas. Was bijna konijn. Gelukkig kwamen wij net op tijd. Ja, gelukkig. Zeg, wat is dat hier?